Meneer de rector, meneer de voorzitter, monseigneurs, excellenties, dear distinguished guests, geachte professoren, geachte dames en heren, beste studenten. Ik verwelkom u heel graag in de Pieter de Somer Aula voor het startschot van een nagelnieuw academiejaar. Een nagelnieuw academiejaar met een gloednieuwe academische ploeg die aan de start verschijnt. En daar hoort ook en vooral de kersverse rector bij. Tot voor kort de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, maar sinds kort dus aan het roer van dit universitaire schip. Dames en heren, het welkomstwoord geef ik met zeer warm genoegen aan professor Luc Sels. Zeer geachte aanwezigen, beste collega's, excellenties, vrienden, studenten. Ik heet u op mijn beurt allen van harte welkom op deze plechtige opening van een nieuw academiejaar aan de KU Leuven. Ik begroet in het bijzonder de vele studenten die dit jaar voor KU Leuven gekozen hebben. Sommigen voor de eerste keer, vele anderen omdat ze het de voorbije jaren hier zo goed hebben gehad. Dit is overigens, en ik wil dat heel graag beklemtonen, niet de academische opening van KU Leuven in Leuven. Wij openen vandaag het academiejaar op vele plaatsen. In Leuven, zoals u ziet, maar ook in Aalst en in Antwerpen, in Brugge en in Brussel, in Gent en in Geel, in Diepenbeek en Sint-Katelijne-Waver, zelfs in Kortrijk, al voorzien we daar morgen een afzonderlijk festijn in de Stadsschouwburg. Al die plaatsen zijn vandaag KU Leuven. Alle collega's die op die vele locaties, jaar in jaar uit, het beste van zichzelf geven, maken samen onze rijke universitaire gemeenschap. Dames en heren, een festijn zoals dit is altijd een gelegenheid om vooruit te kijken. Na te denken over wat nog beter kan, maar ook, en daar wil ik mee beginnen, een moment om terug te kijken. In verwondering, in bewondering, vooral het moois dat al gerealiseerd is. Bij deze gelegenheid hoort ook een woord van dank. Ik dank u allen voor de manier waarop u de waarden uitgedragen hebt in een voorbij academiejaar, de waarde van de KU Leuven. Ik dank u voor de wijze waarop u onze opdrachtverklaring in haar vele verschillende dimensies mee heeft helpen realiseren. Dank is een woord dat op een zitting zoals deze thuis hoort en centraal mag staan. Dank voor uw inzet als docent. Dank voor uw keuze voor de KU Leuven. Dank voor uw nieuwsgierigheid, voor uw inzet voor de wetenschap, voor de realisatie van het onmogelijke en bij momenten ook de realisatie van het ondenkbare. Dank voor de wijze waarop u professoren en docenten ondersteunt, onderwijs en onderzoek faciliteert. Dank voor uw zorg in de kliniek, in de eerste lijn, in het psychiatrisch ziekenhuis. Dank voor uw onmisbare steun als schenker of mecenas, of als opdrachtgever. Dank voor uw keuzes als politicus of politica, althans voor sommige keuzes. Een bijzonder woord van dank wil ik vandaag ook uitspreken ten aanzien van het vorige bestuur van de KU Leuven onder leiding van rector Rick Torfs. Ik besef beter dan wie ook dat die woorden wellicht na de spanning van een verkiezingsstrijd geveinsd klinken. Maar ik wil beklemtonen dat ze gemeend zijn. Een verkiezing gaat over keuzes, een verkiezing gaat over verschil in visie.
En dat komt voor de buitenwereld heel snel polariserend over, dat besef ik ook maar al te goed. Maar verschil in visie hoeft type erkentelijkheid niet in de weg te staan. Ja, wij zullen in sommige domeinen heel andere keuzes maken. Maar in vele andere domeinen zullen we gestaag en geduldig voortbouwen op al het mooie wat er is, met heel veel zin voor continuïteit en met de blik altijd op wat ons allen boeit en bindt, de toekomst van KU Leuven, de toekomst van onze academische gemeenschap, van onderzoek, van onderwijs en van onze bijdrage aan de maatschappij. Een bijzonder woord van dank vandaag ook voor Luc Rombouts, onze bijaardier, die zich geheel op eigen initiatief, ik heb niets opgelegd, geplooid heeft naar mijn muzikale voorkeur. U zal, als u aandachtig geweest bent, gemerkt hebben dat de Stoet Hertogadi op een bepaald moment begeleid werd door, geheel toepasselijk, de promenade van Modest Mussorgsky. U heeft misschien ook een stukje Béla Bartók ontwaard. En wellicht niet het eerst op een bijaard, maar met zekerheid voor het eerst bij een academische opening, Kraftwerk met Das Modell. Dank u, Luc. Ik wil een bijzonder woord van dank, en daar sluit ik mijn dankwoord mee af, richten aan diegenen die ons het voorbije academiejaar ontvallen zijn. Ze zijn met velen, ze zijn met te velen. Ik zou graag enkele momenten van stilte willen vragen, uit diep respect voor wat zij als student, als medewerker, als docent, als professor in hun loopbaan, in hun tijd hier aan de KU Leuven mee gerealiseerd hebben. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. Ik denk dat zij het warmste applaus van de dag verdiend hebben. Dames en heren, de openingsrede bij het begin van een nieuw academiejaar kan heel veel verschillende vormen aannemen. Die kan kort zijn en de vorm aannemen van een welkom en een dankwoord. U heeft dat gehad. Ze kan ook de vorm aannemen van een status questionis in een van de vele wetenschapsgebieden die een comprehensieve universiteit rijk is. Het kan zelfs gaan over de toekomst van die universiteit. Als ik kijk naar de voorbije jaren, dan merk ik dat een academiejaar, de opening van een academiejaar, ook heel vaak het moment is, een moment om sociaal onrecht aan te klagen. De beklemmende werking van te ver doorgedreven nationalisme,
Een plotse nucleaire dreiging die wat vreemde herinneringen oproept. Het opbouwen van muren met stenen of met opinies. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan. Thema's in overvloed om aandacht te geven tijdens zo'n zitting. Maar een nieuw bestuur beleeft maar eenmaal haar begin. En dat is de reden waarom wij u vandaag op deze academische opening willen meenemen in een aantal keuzes die wij met het bestuur en met deze universiteit willen maken tijdens de volgende 4 jaar. Degenen die vanmorgen de kranten gelezen hebben, zullen gezien hebben dat we een aantal grote projecten onderscheiden in een geïntegreerd beleidsplan. We willen werk maken van een nieuwe academische kalender, maar laat dat geen discussie zijn over data, wel over een future-proof model van onderwijs. We willen investeren in educatieve technologie om multicampus onderwijs te vergemakkelijken, collaboratieve leerruimten uit te bouwen, ons bereik internationaal nog te versterken. We willen werken aan een duurzame KU Leuven, in ons onderwijs, in ons onderzoek, maar ook in onze bedrijfsvoering, in ons energiebeleid, mobiliteit, voedings- en voedingsmix. Inzetten op internationalisering en een stap verder zetten in de trage, maar gestage overgang van een nationale universiteit met een internationale reputatie naar een waarlijk internationale universiteit. En we willen stappen vooruit zetten in het werken aan interdisciplinariteit. Interdisciplinariteit in onderzoek en onderwijs met ook meer aandacht voor probleemgestuurd onderwijs. Ik geef zo dadelijk het bestuur graag het forum. U heeft al gezien dat er meerdere sprekers komen. Heeft u goed afgeleid. We gaan niet alle thema's toelichten, we gaan er enkele uitpikken. Enkele van de vermelden en enkele andere die ook op onze agenda staan. 3 vice-rectoren zullen het woord nemen en zullen vervolgens aangevuld worden, aansluiting vinden met de vertegenwoordigers uit de Academische Raad, die elk vanuit hun perspectief hun blik zullen werpen op eigenlijk in essentie een meer inclusieve universiteit. Dat is wat u nog te wachten staat, maar eerst, dames en heren, is er muziek. Ooh.
very pale eyes in a half dream all the time. We'd wait up for that odd machine to take us all the way around. Wait up for that odd machine to take us and move us way around. I heard you say leave it. You gave it quite the air. Head face down in agony, way out of there. You say let go, choosing a time like this, just your everyday way, taking a risk. But if you wanna swim across the sea, food, might as well break apart and let me walk the line with you. No one's gonna tell you how to play. This is your part for you to. Thank you.
Een absolute Belgische grand dame, die Gijke Arnaert, hier met de nummers Odd Machine en Sea of Fools. Een academische zitting zou er geen zijn zonder een aantal speeches. De nieuwbakken vicerectoren bijten de spits af. Professor Peter Lievens, vicerector internationaal beleid en leru- en alumni-beleid, neemt als eerste het woord. Vervolgens is er professor Chantal van Oudenhoven, die het thema interculturaliteit en diversiteit zal aansnijden in haar hoedanigheid als vicerector diversiteits- en studentenbeleid, sport en beleidsgericht onderzoek. Tot slot is er de derde vicerector, professor Bart Rijmakers, de vicerector van de groep Humane Wetenschappen, Cultuur en Erfgoedbeleid. Hij bespreekt de crossover tussen de universiteit en de kunsten. Eerst is het dus de beurt aan vicerector Lievens en zijn contemplaties over internationale ambitie. Why bother about internationalization? Why do universities insist on being international? From a research perspective, the answer is glaringly obvious. Each discipline is embedded in international communities with their own customs, journals, and conferences, and channels of communication specific to the field. Researchers are mobile and collaborate across all boundaries, including disciplinary ones. That's not new. Our glories of the past, such as Erasmus, Vesalius, and Mercator, traveled a lot as well. It's easy to list the benefits. International collaboration makes investing in infrastructure more cost-effective. The pool of experts becomes larger. It's easier to find the complementary expertise you need, for instance, for European project applications, and so on. Ons onderzoeksgebaseerd onderwijs heeft er alle belang bij om deze gewoonte over te nemen. Als het kan, niet te laat in een opleidingstraject. Goed onderwijs floreert gewoon beter in een internationale setting. Zo vormt een divers en internationaal samengestelde klas steeds weer een nieuwe uitdaging voor docenten en medestudenten. Daarnaast is afstemming met internationale collega's ook belangrijk voor een blijvende kritische houding tegenover de manier waarop we ons eigen onderwijs vormgeven. Af en toe is bij de buren of verre buren gaan kijken is zonder meer verrijkend. Internationale benchmarking en accreditatie nodigen ons blijvend uit om na te denken over onze kwaliteit. Ook onze derde pijler, maatschappelijk engagement, heeft baat bij internationale gerichtheid. Gewoon al omdat heel de wereld om de hoek ligt met een klik of een swipe. Van startende bachelor over masterstudent tot doctoraatstudent. Van junior onderzoeker over postdoc tot professor. Onderwijsassistenten, docenten, IT'ers, stafmedewerkers, directeurs en laboranten. Al ons talent profiteert vroeg of laat van de internationale setting waarin zij of hij functioneert, op persoonlijk of professioneel vlak. Student exchange is important. The Erasmus program is an incredible success story and Europe deserves nothing but praise for it. Flanders has added a little extra by setting a 30% target for outgoing student mobility. That's a noble goal and some of our study programs easily already now meet that target. But for others, we still have a long way to go. This will obviously come with a price tag. And we look forward to the government's approach to this particular matter. KU Leuven, in any case, wants to take up the challenge together with all departments and faculties and supported by a high-performing international office. We will keep putting in the effort to give even more young people an international education. Let there be no doubt about that. Maar is 30% wel voldoende? Als we echt overtuigd zijn van de waarde van een internationale component in onze universitaire opleidingen, dan moeten we veel ambitieuzer durven zijn. Waarom geen internationale ervaring voor elke student in de trajecten waarvoor dit relevant is?
We leiden immers op voor flexibele loopbanen van de toekomst in een globale context en afgestemd op een geglobaliseerde en duurzame maatschappij. Hiervoor zullen we nieuwe opportuniteiten moeten creëren. Strategisch gekozen samenwerkingen met internationale partners zullen talrijker en intenser moeten worden. We zullen de nodige creativiteit aan de dag moeten leggen en op zoek moeten gaan naar andere vormen van internationalisering. Veel van de stages die we nu al organiseren, zouden ook kunnen doorgaan in het buitenland. Of misschien dichter bij huis, in een van de 118 vestigingen van internationale organisaties in België. We gaan de komende maanden gebruiken om nieuwe ideeën voor geschikte vormen van internationalisering uit te werken. Dit is meteen een prima eerste opdracht voor een hervormde Raad voor Internationaal Beleid. I've already mentioned the internationalization of the research community from which we can draw inspiration. Why not, for instance, organize courses for third-year bachelor students in the form of summer or winter courses or schools that last a couple of weeks abroad, in collaboration with a few carefully selected partner institutions. A diverse group of participants from different universities and selected lecturers about topical themes such as Brexit or climate change, delivered by a team of international experts in their field, will undoubtedly make for a strong program component and an amazing experience for all participants. Or why not offer courses in the form of MOOCs, massive open online courses with project work carried out in international teams and supervised by international lecturers. Dit alles zal ongetwijfeld ook een verhoogde mobiliteit met zich meebrengen voor het personeel, docenten, onderzoekers en andere professionals. We zullen daarom nog meer aandacht moeten besteden aan mogelijkheden voor sabbaticals, herbronningsperiodes en andere ademruimte. Als we mobiliteit aanbieden aan al onze studenten en al ons personeel, zijn we dan een echte internationale universiteit? Zijn we dan een universiteit waar jongeren en toekomstige personeelsleden vanuit heel de wereld zich welkom voelen en door ons aangesproken worden? We denken dat er nog enkele stappen meer nodig zullen zijn. We zijn trots op enkele mooie voorbeelden van MOOCs die we al gerealiseerd hebben. Dat smaakt naar meer. In disciplines waar we onderzoeksmatig uitblinken, willen we wereldwijd onderwijs verzorgen en dat kan met zulke online courses. Deze vorm van onderwijs is trouwens ook uitermate geschikt om studenten te helpen bij een studiekeuze, zowel nationaal als internationaal. Truly international impliceert ook samenwerken met onze partners in het zuiden. Samen met andere Vlaamse en Belgische universiteiten en hogescholen willen we hun capaciteit versterken op vlak van onderwijs en onderzoek. In het bijzonder in die landen waar inkomens nog steeds onaanvaardbaar laag zijn. We willen inzetten op interdisciplinair onderzoek over de complexe problemen in het zuiden, in nauwe interactie met hen, samen op weg naar de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals door de Verenigde Naties geformuleerd. Truly international is what will only be when we no longer need different procedures for Flemish and international students. When our range of study programs appeals to all talent worldwide. When talented young professors from all continents can easily integrate and no longer fall behind because they have trouble understanding local customs. When Belgians as well as foreigners feel at home in our international environment. And when international researchers will no longer have to wait for 9 months to reunite their family. Ten slotte, als we echt een internationale universiteit willen worden, zullen we het aanbod voor anderstalige studenten moeten vergroten, ook wat bacheloropleidingen betreft. In elke cluster van opleidingen, waarom niet in elke faculteit, hebben we nood aan een goed gebalanceerd opleidingstraject dat meteen toegankelijk is voor wie nog geen Nederlands spreekt. Waarom geen meertalige opleidingen opgebouwd rond de lingua franca van de discipline, waarin we studentgecentreerde werkvormen gebruiken, afgestemd op de diversiteit van de studentengroep
en bij voorkeur met een inter- en multidisciplinaire component erin ingebouwd. Deze anderstalige vakken, veelal, maar niet uitsluitend in het Engels, kunnen dan meteen ook opgenomen worden door studenten in de Nederlandstalige programma's en door uitwisselingsstudenten. Dit alles zal wat organisatiewerk vragen. Maar ongetwijfeld vinden we wel enkele partners in Vlaanderen, in België of bij de League of European Research Universities om mee hun schouders te zetten onder één van deze initiatieven. Ik nodig jullie uit om hier samen werk van te maken. Denken en vooral werken rond diversiteit kan in ons beleid niet ontbreken. Beleidssectoren en overheden plaatsen dit thema zeer hoog in hun agenda. En ook de Verenigde Naties beschouwen diversiteit en interculturaliteit als een grote rijkdom en een essentiële voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Ons beleid zal in de komende jaren voortbouwen op wat in de voorbije legislaturen reeds is gepland en gerealiseerd. Maar we willen dit krachtiger doen en met veel meer samenhang willen we verder gaan. En daar zijn goede redenen voor. Diversiteit is kwantitatief en kwalitatief anders geworden. Het klassieke diversiteitsbegrip dat we nog eens vaker hanteren met tweedelingen tussen allochtonen en autochtonen of meerderheid versus minderheden, een doelgroepenbenadering, wel, dat gaat vandaag niet meer op. Diversiteit is rijker dan dat. Het is superdiversiteit geworden en dit begrip drukt dit uit. Het is een koepelbegrip dat refereert aan de vele wegen en assen van identiteitsvorming, waarin zowel religie, leeftijd, geslacht, taal, etniciteit, nationaliteit, seksuele voorkeur bepalende dimensies zijn. Het is een nieuwe realiteit geworden in onze samenleving. Eigenlijk bestaat de bevolking in Vlaanderen uit een brede waaier van minderheden die samen een groeiend en intussen ook een zeer groot aandeel in onze bevolking uitmaken. En dat leidt tot delicate spanningen tussen enerzijds eigenheid nastreven, eigenheid willen behouden en het verschil erkennen, maar anderzijds ook een grote drang naar gemeenschappelijkheid uitzoeken, wat ons bindt. En tegen die maatschappelijke achtergrond willen we krachtig inzetten op diversiteit en interculturaliteit binnen de KU Leuven. We geloven in een denken, een spreken en een handelen die erop gericht zijn van de sterktes, de krachten en de mogelijkheden van iedere student of medewerker te activeren. En dit vraagt een universiteit met een krachtig geloof in de meerwaarde van superdiversiteit. Een duidelijke visie op superdiversiteit als een bouwsteen voor duurzame ontwikkeling. Een cultuur waarbij inclusie zich op een hele spontane en organische manier kan ontwikkelen en dit zowel bij de studenten als bij het personeel. Een universiteitsbreed bondgenootschap is nodig om kracht en inhoud te geven aan de beleids- en actieplannen. Inclusief ook een continue monitoring, een evaluatie van de vordering van die plannen en een bijsturing waar nodig. De participatie is ook nodig van het ganse spectrum aan betrokkenen. En bij voorrang willen we bottom-up werken, waarbij de zekerheid bestaat dat de plannen, de activiteiten die bottom-up ontwikkeld worden, van bovenuit alle steun krijgen die ze nodig hebben om de doelen te bereiken. Door een innovatief beleid op het vlak van diversiteit en inclusie willen we onze universiteit klaarstomen om de kansen en de uitdaging van de samenleving van de toekomst aan te grijpen. Enerzijds willen we een inclusieve cultuur creëren, zodat de talenten van mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen maximale kansen krijgen tot ontplooiing, en zowel als student als personeelslid. En anderzijds willen we met zeer gerichte acties ook de in-
doorstroom en uitstroom van diverse studentenpopulaties bevorderen. En rond dat laatste en tot slot wil ik een aantal concrete plannen vermelden die we reeds in ons hoofd hebben en die reeds in de stijgers staan om dit waar te maken. We denken aan aangepaste schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's voor toekomstige studenten, aan de coaching en heroriëntering met een focus op krachten, talenten, mogelijkheden, ook aandacht voor rolmodellen en verder ook de verdere uitbouw van de peerwerking en de peercoaches en tot slot ook altijd aangepaste faciliteiten voor bijzondere doelgroepen. Tot zover. De universiteit. Een plek voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Heldere begrippen die als een mantra de opdracht van de universiteit lijken samen te vatten. Ze zijn helemaal correct en weerspiegelen perfect waarin de universiteit zichzelf herkent en zichzelf definieert. Maar in al hun decretale nuchterheid blijken ze net niet uit te drukken wat die universiteit zo aantrekkelijk maakt. Een onderzoeker die leeft voor zijn research. Een docente die enthousiast blijft in haar colleges. Studenten die ook na een reeks examens nieuwsgierig blijven. Dat alles komt voort uit andere bronnen dan een wettekst. Bronnen die wellicht te maken hebben met innovatie, fantasie en verbeelding. Met het durven buiten platgetreden paden te treden en nieuwe wegen te verkennen. En precies die elementen brengen ons naadloos bij de kunsten. Grote buitenlandse voorbeelden hebben al langer begrepen dat de afstand tussen kunsten en wetenschappen artificieel is en eigenlijk altijd al achterhaald had moeten zijn. Laat ik even citeren uit de visietekst van Harvard University. Om innovatie en verbeelding op onze campus te laten bloeien, om creatieve geesten te versterken over alle disciplines heen, om een universiteit van de 21ste eeuw te maken, moeten kunsten een integraal deel vormen van het intellectuele leven van de universiteit. Samen met de wetenschappen vormen de kunsten een onvervangbaar instrument in onze kennisopbouw. Einde citaat. Wetenschap en kunsten. Een onwennige twee-eenheid en een stimulerende praktijk. Laat ik u even meenemen op een imaginaire tocht door Leuven. En ik beperk me vandaag dan even tot de beeldende kunsten. De kever van Jan Fabre op het Ladeuzeplein. De leeuwen van Olivier Strebel in het Pauscollege. Het vallende paard van Rick Poot in de letterenfaculteit. En tenslotte de prehistorische vogel van Panamarenko in de Arenbergbibliotheek. Niemand zal ze verwarren met een illustratie uit een hedendaagse cursus biologie. Nog Darwin, nog DNA zijn nodig om ze te herkennen. Ik zal zelfs niet eens zeggen dat ze iets toevoegen aan onze biologische kennis. Integendeel, ze tonen een ander soort kennis en ervaring. De universiteit is precies de plek, of wil de plek zijn, waar alle types van kennis en ervaring een plaats vinden. De kever, het paard, de leeuwen en de vogel maken deel uit van onze omgeving. Ze stellen gerust omdat ze er altijd al staan, maar ze verontrusten ook omdat ze net iets anders tonen dan wat we verwachten. Kunsten verontrusten ons, omdat ze ons confronteren met inzichten en beelden die net niet nuttig zijn, die net niet gevaloriseerd dienen te worden,
die er alleen maar zijn. Misschien is dat laatste wel een van de belangrijkste redenen waarom de hedendaagse kunst, zowel beeldende kunsten als muziek, zoveel afwachtende of zelfs afwijzende reacties oproepen. Ze dient tot niets. Binnen de KU Leuven is die twee-eenheid essentieel. We willen een omgeving zijn waarin professoren, staf, maar vooral ook studenten stoten op kunsten, op cultuur, op erfgoed. Niet alleen vanuit de wens voor een verfraaiing van de omgeving, maar uitdrukkelijk omdat de confrontatie van verschillende ideeën en beelden professoren en studenten samen aan het denken zetten. Was de band tussen kunst en wetenschap even lang vanzelfsprekend? In de 20e eeuw hebben beide disciplines elkaar steeds meer losgelaten. Vandaag zijn we toe aan nieuwe vormen van integratie en confrontatie. In het parcours van studenten, binnen en buiten de curricula, in het aanbieden van plekken waar kunst en cultuur gesmaakt en beoefend worden, in het ontwikkelen van een universiteit waar cultuur niet enkel in de huis-, tuin- en keukensfeer thuishoort, maar integraal deel uitmaakt van het universitaire leven zelf. Moet de universiteit hier niet het voortouw nemen in de samenleving? En dan hebben we het niet alleen over het restaureren van historisch erfgoed, over de nostalgie naar een bestofte en vergane glorie, maar dan hebben we het over onze dagelijkse omgeving. Laat ik even een gedachte-experiment met u uitoefenen. Probeert u zich even in te denken dat ons centraal universiteitsgebouw zich zou bevinden in een hedendaagse state-of-the-art ontworpen architecturale nieuwbouw en niet in 700 jaar oude lakenhallen. Zou dat onze universiteit veranderen? Zouden we een andere universiteit zijn? Ons rijke erfgoed, onze gebouwen en collecties zijn dan ook meer dan historische pronkstukken. Ze vormen precies onze unieke identiteit. Ze creëren onze eigen verhalen, verhalen die nooit eindigen. Interactie tussen kunst en wetenschap gaat niet vanzelf. Het zijn immers verschillende werelden. Daarom moet je die interactie bewust stimuleren. Daarom moeten we actief op zoek naar kansen op confrontatie en integratie. Ateliers, voorstellingen, debatten, festivals, lezingen, tentoonstellingen, theater en dans. Kunst en cultuur zijn niet de franje van het universiteitsgebouw. Niet de ontspanning na de dagtaak. Niet een academische matuvu. Maar ze gaan naar de kern van onze universitaire missie en activiteit. Laat ons die kern koesteren. Dank u. Wat heeft een academiejaar mogelijk zoal in petto? De verwachtingen zijn elk jaar opnieuw hooggespannen. En toch is het elk jaar opnieuw ook een beetje koffiedik kijken waar de hoogtepunten zullen zitten en waar er misschien af en toe geploeterd zal moeten worden. Komend filmpje geeft alvast een beeld over hoe het kan zijn en over hoe het geweest is in het vorige academiejaar. Academiejaar 2016-2017. Mij rest u alleen nog de aangename taak het academiejaar 2016-2017 voor geopend te verklaren. Dank u.
wens jullie in elk geval proficiat en heel veel prachtige rekenkunde op die nieuwe supercomputer. So we are not limited by the molecules that Mother Nature gave us. And as chemists, the beauty of chemistry is that it's a creating science. We can make all the materials of a Boeing 747 or all the other materials around us. So the questions we have to ask ourselves, I think, is what do we want? What do we want to achieve? Dienstonderzoekscoördinatie, kortweg DOC, dat moet gevierd. Vrouwen worden systematisch ondergewaardeerd. Dit gezegd zijnde, denk ik, is het een heel belangrijk thema dat we hier vandaag behandelen. Dr. Honoris Causa aan de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Van harte gefeliciteerd. Thank you very much for this incredible honor of awarding me with an honorary doctorate. Vrijwillig voor gekozen om dit te doen. Kankerpatiënten kunnen dit uiteraard niet. Hè. En mijn strijd zal ook stoppen na die 3 weken. Dat is voor kankerpatiënten ook heel vaak niet het geval. Hè. Zij dragen dikwijls de gevolgen nog jarenlang. Voor mij gaat dit over een visie op de toekomst van de universiteit versus
is een andere visie, met raakpunten en verschilpunten. En dat is voor mij eigenlijk de enige afweging die jullie moeten maken. Maar wij kunnen verrassen vanuit de basis, met de meest onverwachte, frisse, jonge ideeën. Dames en heren, als voorzitter van de verkiezingscommissie heb ik het genoegen u onze nieuwe rector, professor Huxels, voor te stellen. Ik ben eigenlijk zonder verwachting de avond ingestapt, maar ben nu natuurlijk opgewonden en tegelijkertijd ook wel wat geëmotioneerd, absoluut. Alle vrijheid, alle plezier, geniet ervan, het is een mooie baan, gaat uw leven nog mooier maken. Daar twijfel ik aan. Je gaat er enorm aan plezier aan beleven. Na dit ontspannende en inspirerende intermezzo is het opnieuw tijd voor een aantal sprekers die wederom andere domeinen zullen belichten. Professor Bert Cornilly, professor aan de faculteit Letteren, zal spreken als afgevaardigde van het zelfstandig academisch personeel in de Academische Raad. Mevrouw Isabelle Benoit neemt het woord namens het administratief en technisch personeel. En ten laatste is er de voorzitter van de studentenraad, Kevin Seurs. Maar allereerst is het dus het woord aan professor Bert Cornilly. Geachte genodigden, beste collega's, hebt u ook al een beetje honger? Ik wel. Maar toch wil ik beginnen met de volgende zin. Wij, academici, hebben geluk met onze job. Veel werken, je zelfstandig kunnen organiseren met heel wat vrijheid en flexibiliteit, het is niet iedereen gegeven. Vrijheid en flexibiliteit, maar ook duidelijke resultaten. Resultaten die er zijn voor de individuele onderzoekers, maar ook voor de universiteit in haar geheel. Er wordt nu verdraaid, hard en veelzijdig gewerkt. Ongelooflijk hoeveel activiteiten we in een week combineren. Ik som er enkele op, ter evidentie. In alle vrijheid nieuwsgierig en hoopvol een nieuw onderzoeksproject opstarten of een opgestart project werden in goede banen leiden. Resultaten verwerken, interpreteren en samen met collega's uitschrijven en als artikel indienen. Tussendoor een beetje lezen, bijtanken. Dan enkele maanden later, met iets minder vrijheid, een artikel terug indienen. Doctorandi en postdocs motiveren het beste van zichzelf te geven. Jezelf belonen door eens op congres te gaan en na het academische programma wat rond te lopen. Moet ook kunnen. Bij thuiskomst de zoveelste projectaanvraag op punt stellen en publicaties afwerken, vaak tot in de late uren. Omdat we het graag doen natuurlijk, maar ook omdat er tijdens de dag andere taken zich opdringen. En dan de dag erop naar een interessante gastlezing gaan. En bij het luisteren, toegegeven, vechten we alleen tegen de vermoeidheid. Ook dat is een realiteit. Dan verder kennis overdragen aan de eerstejaarsstudenten die ogenschijnlijk steeds jonger worden. Gezichtsbedrog bestaat ook bij wetenschappers. In een mastervak vaststellen dat wat in het eerste jaar gedoseerd werd, toch is blijven hangen. Studenten op een spreekuur ontvangen en hen een portie duidelijkheid schenken. En ook, helaas steeds meer aan de orde, op een gepaste wijze informele mails beantwoorden. Nu, het zijn allemaal mooie, vormende momenten, vaak met heel jonge mensen. Dat is een fantastische luxe. En verder, een journalist te woord staan, reviews maken tussen enkele vergaderingen door, commissiewerk voorbereiden,
patiënten behandelen aan ons UZIT Leuven, contacten met industriële partners, verzorgen en ergens te landen gaan spreken voor enkele leergierige parochianen of, wat lucratiever, een bedrijf opstarten. Ziezo, een ongelooflijke lijst. Als je nog niet ingedobbeld bent, dan bent u wellicht geen academicus. Want als de drie academische kernopdrachten onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een speech opduiken, weten academici dat ze even kunnen uitrusten. Die materie kennen ze immers al. Maar er is meer. Dit alles kunnen de meesten van ons combineren met een grote flexibiliteit. Kind of kleinkind, even ziek, wel, we vinden wel een regeling. Je kunt wat thuiswerken. Moedergevallen, we vinden wel een oplossing. Geen probleem. Zeg nu zelf, een takenpakket als veelzijdig als het onze, die afwisseling, de flexibiliteit, dat is toch echt een fijne job. Velen buiten de universiteit kunnen er alleen maar van dromen. En toch, je moet verdraaid goed opletten in de academische wereld. De vrijheid, onze vrijheid van werken, heeft verschillende valkuilen. Ik vermeld er slechts vier. 1. De open taakspanning valt sommigen zwaar. Je gaat met je werk slapen en je staat ermee op. Op zich geen probleem. Maar als je niet oplet, wordt zenuwachtigheid bij het niet halen van deadlines je eigen zwaard van Damocles. 2. Sommigen beginnen door te draaien en spelen vals. Studies en data uitvinden, zoals Diederik Stapel deed, plagiaat plegen, auteursfraude bedrijven. Het is een smet op kennisinstellingen die zuiverheid van wetenschap in hun definitie hebben. We willen dat de samenleving het vertrouwen in de wetenschap en de universiteit behoudt. Wel, daarom moet integriteit de leidraad zijn in alles wat we ondernemen, hoe klein onze handeling ook. Even kijken, waar komt die wetenschapsfraude vandaan? Zoals steeds spelen verschillende factoren mee. Maar de derde valkuil die ik wil vermelden, is ons hypercompetitief wetenschapsmodel, waarin de focus op steeds meer ligt. Het ontbreken van een gemeenschappelijke visie op een ware wetenschappelijke vooruitgang zorgt soms voor een productieklimaat op automatische piloot. Publish or perish haalt de bovenhand. En dan tenslotte, als vierde, in zo'n competitief klimaat is er ook een stuitend gebrek aan waardering voor diegenen die zogezegd minder presteren, omdat ze minder projectgeld binnenhalen. Maar die mensen hebben vaak wel heel erg diep nagedacht en heel wat te zeggen ook, ver voorbij de waan van de dag. Nu, belangrijker, wat kunnen we er samen aan doen? Daar heb ik ook drie puntjes. Eerste punt is de basisfinanciering. Basisfinanciering kan het verschil maken. Onderzoekers krijgen zo de vrijheid om op hun eigen manier innovatief verder te gaan. Een basisfinanciering geeft iedereen wat meer ruimte en wat minder druk. Basisfinanciering gaat ook weg van de winner-takes-all-logica, die tot ongezonde en ook voor de wetenschap zelf nefaste ongelijkheid leidt. Tweede punt, we moeten voldoende zelfkennis en zelfzekerheid aan de dag leggen en ons niet laten opjagen door onze omgeving. De hoge werkdruk komt zowel door het systeem, laat ons zeggen de omgeving, brede omgeving, als van de persoon zelf, bijvoorbeeld te veel onrust in het hoofd. De universiteit kan meer doen om verwachtingen en criteria te expliciteren, maar dat werkt enkel in combinatie met innerlijke weerbaarheid bij het personeel. Het is eigenlijk een wisselwerking. Een bestuur dat begrijpend nabij is, kan ervoor zorgen dat het personeel beter en duurzamer kan werken. Beide samen. En dan een derde punt is slow science. Slow science, met oog voor fundamentele wetenschappelijke vooruitgang, is een manier om die vele valkuilen te omzeilen. Een groeiende groep wetenschappers vindt een alternatief voor de ongezonde rat race. Niet veel artikels, maar enkele heel belangrijke met grote impact. Beheerst en gepassioneerd verder werken. Wat de beslissing van de BECO bij bevorderingen ook mag zijn. Met collega's interdisciplinair banden smeden en eigen taken ook verder gaan diversifiëren. Kortom, het verschil maken. Elkaar niet beloeren, minder ouwehoeren en samen goed boeren.
Een goede life-work balance, daar is het allemaal rond te doen. Dat willen we allemaal, geachte genodigden, beste collega's. Een goede invulling van de vrijheid at work, daar gaat het om. Dat is iets waar we elke dag aan kunnen werken. Want het is nu eenmaal zo dat work de plaats is waar we de meeste tijd van ons life doorbrengen. Samen. Laten we dan ook samen het verschil maken. Dank u. Beste ZAP-vertegenwoordiger, misschien kunnen wij een vierde puntje zijn als ATP'ers, administratief en technisch personeel, jullie helpende taken te verlichten als we natuurlijk het vertrouwen krijgen van het beleid. Want er is een nieuwe ploeg en dat is ook een nieuw beleid, hopen wij. En dat schept altijd verwachtingen. En het ATP heeft hoge verwachtingen. Zeer zeker als we de beleidsvisie lezen van de toen nog kandidaat-rector. Ik ben blij dat hij inspiratie heeft gevonden in de ATP-speeches van de afgelopen jaren. Het ATP wil niet enkel uitvoeren, maar ook meehelpen nadenken rond beleid, vanuit onze ervaring en expertise. Daarbij wordt terecht de vraag gesteld, als één vertegenwoordiger in de Academische Raad geen spijtige onderschatting is. Het is niet alleen een spijtige onderschatting. Het is een symbooldossier voor het nog altijd niet erkennen van ATP als gelijkwaardige partner. Dit is natuurlijk niet voldoende, want gelijkwaardigheid betekent niet alleen vertegenwoordigers hebben in een of andere raad. Het is een cultuur die we nog altijd niet goed onder de knie hebben aan onze universiteit. Er staat terecht in het beleidsprogramma dat bestuur nog altijd te vaak werkt vanuit een hiërarchische visie op het ATP en dat er moet gewerkt worden aan een inclusief beleid. Dit geldt niet enkel voor academici tegenover personeel, maar die top-down visie wordt door de hiërarchische structuur van de universiteit ook aangehouden binnen de ATP-geledingen zelf. Nog te vaak worden we niet gezien als medewerker, maar als onderwerker. Zoals Dirk Roofdhoofd het deze zomer beschreef toen hij het had over een personeelsconflict in het toneelhuis. Onderwerker, die term beschrijft perfect het gevoel dat ATP'ers vaak hebben aan onze universiteit. We voelen ons dikwijls geen deel van een team, geen medewerker. We worden te dikwijls niet betrokken in beslissingen en we hebben het gevoel dat er niet voldoende vertrouwen is in ons kunnen. Nochtans zijn betrokkenheid en vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde om werknemers gemotiveerd te houden. Het hebben van inspraak zorgt er trouwens voor dat beslissingen ook gedragen worden door een hele ploeg en dat de medewerkers zich ook verantwoordelijk voelen voor de job die ze uitvoeren. Een inclusief beleid straalt niet alleen af op de verschillende geledingen binnen een universiteit, maar zal er ook voor zorgen dat we als medewerkers meer met elkaar begaan zijn en dat we niet enkel vanuit en binnenin ons eigen vakje denken. Nu wordt bij het administratief en technisch personeel nog te veel vanuit de structuren gedacht. Ieder focus te veel op haar, zijn stukje in het geheel, zonder daarbij rekening te houden met de anderen in het geheel. Een inclusief beleid en werken als een team heeft nochtans veel te bieden. Samen weet je meer. Je kan creatiever zijn. En het laat ook toe kritisch samen na te denken over bepaalde opdrachten. Het zorgt ervoor dat je meer bereikt dan wat je als individu zou kunnen bereiken. Het heeft bovendien een grotere welbevinden in de job en het draagt bij tot collegialiteit. Mensen die een goed professioneel contact hebben met collega's weten beter wat er speelt in hun organisatie en ervaren meer steun bij het uitvoeren van hun taken. Wellicht zijn er diensten waar dit reeds werkt. Maar zoals je terecht in het beleidsprogramma aanhaalde, is de graad waarin dit gerealiseerd wordt vandaag nog te veel afhankelijk van wie precies diensthoofd, departementsvoorzitter, decaan of coördinator is. We kunnen nog steeds niet zeggen dat het universitair personeelsbeleid vertrouwd is met een inclusief beleid. Maar het stemt ons hoopvol dat we nu een rector hebben die in zijn beleidsprogramma als kandidaat-rector een pleidooi houdt voor een inclusief beleid en er het volgende over schreef. Een inclusief beleid ten aanzien van het ATP vraagt dat we ook inzetten op slimmer werken. Een slimmere organisatie van werk leidt tot meer welbevinden.
Die slimmere organisatie kunnen we maar realiseren als iedereen, ongeacht tot welke geleding hij of zij behoort, mag meedenken over hoe, wanneer en met wie er gewerkt wordt. Werk slimmer organiseren houdt ook in dat het individu positief wordt gemotiveerd en dat de structuren er zijn voor de mensen en niet omgekeerd. Slim werk leidt tot betere resultaten dan hard werk en creëert een betere balans tussen het werk en de andere dingen die we belangrijk vinden. We hopen dan in dat inclusief beleid met alle ATP-medewerkers samen kunnen helpen aan het realiseren van een universiteit als unieke plek waar er voor iedereen goed vertoeven is. En dit liever vandaag dan morgen. Geachte studenten, beste rector, beste leden van de universitaire gemeenschap. Iedereen in Vlaanderen die succesvol het secundair onderwijs weet af te ronden, mag hogere studies aanvangen. Sociale ongelijkheid wordt daarbij verondersteld opgevangen te worden door het uitgebreide beurssysteem van de Vlaamse overheid en de studentenvoorzieningen van de instellingen. Kortom, iedereen in Vlaanderen die het wil, kan, ongeacht zijn of haar sociaal-economische achtergrond, studeren. En dat is belangrijk, want om het met een slagzin te zeggen die al velen voor mij aangewend hebben, onderwijs is de belangrijkste motor van sociale mobiliteit. Onderwijs creëert kansen. Toen ons democratisch onderwijs 3 jaar geleden door aangekondigde besparingen dan ook op haar grondvesten daverde, was onze boodschap duidelijk. Speel niet met onze toekomst, het is ook die van u. We moeten de discussie over democratisch onderwijs blijven voeren. Dat blijkt nodig. In 2014 stelde Dirk van Damme, onderwijsexpert bij de OESO bijvoorbeeld, dat we geëvolueerd zijn van een elite-universiteit naar een middenklasse-universiteit. Een jaar geleden kondigde de rector van de U Hasselt aan dat de democratisering van het onderwijs mislukt is. De universiteiten lopen grote groepen jong talent mis. Onze nieuwe rector liet tijdens de verkiezingscampagne dit optekenen. Onze auditoria, vooral in Leuven, zijn te wit en te blank. Nog een laatste verwijzing en dan kom ik tot mijn punt. Enkele maanden geleden kopte De Morgen: studenten met een studiebeurs hebben een lagere slaagkans. De lijn mag duidelijk zijn, vanuit verschillende hoeken klinken geluiden dat dat democratiseringsproces toch niet zo'n succes was. Het financiële aspect van de democratisering van het onderwijs is immens belangrijk. We blijven als studentenraad dan ook ijveren naar een beheersing van de studiekosten binnen de opleidingen en een efficiënte besteding van de middelen voor studentenvoorzieningen. Iemands sociaal-economische afkomst mag geenszins een factor zijn in iemands toegang tot het hoger onderwijs. Maar we moeten de discussie breder trekken. Als we democratisch onderwijs zien als een beweging om iedereen die er het potentieel voor heeft aan de universiteit te krijgen, dan lijken financiële middelen niet te volstaan. Een grote groep voelt zich eenvoudigweg niet aangesproken om deel uit te maken van deze universiteit. Dat is geen vraagstuk dat enkel voor het hoger onderwijs weggelegd is. Vorige week nog klonken gelijkaardige geluiden bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als we dan ook nog vaststellen dat wie de stap als pionierstudent durft te zetten meer kans loopt om zijn opleiding te moeten staken, moet dat ons tot actie aanzetten. We moeten de vraag durven stellen of we aan onze universiteit wel een klimaat bieden waarin studenten, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun thuissituatie, tot ontplooiing kunnen komen. Krijgen studenten die misschien net dat extra duwtje in de rug nodig hebben, wel de ruimte om hun talenten te ontwikkelen? Krijgen zij niet te snel het gevoel achterop te lopen? Staan we als universitaire gemeenschap voldoende open voor wat samen te bereiken valt? Laten we niet meegaan in een diversiteitsbeleid omwille van de cijfers, maar laten we van werken aan zelfontplooiing een gezamenlijke opdracht maken, één waarin iedereen voortbouwt op elkaars talenten. Laat dit dan ook een oproep zijn aan de nieuwe rectorale ploeg, dat wij als studenten klaarstaan om mee met hen het beleid van deze universiteit uit te tekenen. Laten we het gesprek aangaan over waar we heen willen met ons onderwijs. Laten we van de hertekening van de academische kalender geen louter administratieve aangelegenheid maken, maar een denkoefening in het voordeel van elke student, ook zij die het moeilijker hebben. Laten we fundamentele discussies voeren die de kern van ons onderwijs raken en laten we inzetten op een inclusieve universiteit, een waarin iedereen zich welkom kan voelen.
En om deze vele prikkelende speeches kracht bij te zetten, mogen ook de juiste muzikale tonen niet ontbreken. Gijke Arnaert neemt dat opnieuw voor haar rekening, dit keer met de nummers Offshore en Blackland Shore. En daarna is het uiteraard de hoogste tijd om het academiejaar officieel te openen. En dat kan uiteraard alleen maar door de man die deze zitting daar straks al opende. Maar eerst muziek. Fragile tail to your face is dun and pale out on the Blackland shore. I was running ever across your light, been trying to make my way. I don't know how to learn your love out on the Blackland shore. Summer fever once sustained into a heart that
sure. I was running across your life, been trying to make my way. Don't know who I have to be, and I don't know how to need love.
Na de officiële opening van het nieuwe academiejaar sluiten we deze academische zitting traditioneel af met de Vlaamse en Europese hymne op piano.
Dames en heren, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze academische zitting. Maar uiteraard zijn wij nog lang niet aan het einde gekomen van deze feestelijke dag. Mag ik u vragen om recht te blijven staan, nu u nog recht staat, terwijl de stoet der Togati de zaal verlaat. Aansluitend mag u de stoet volgen naar de universiteitszaal, alwaar u vriendelijk wordt uitgenodigd voor de feestelijke receptie in de jubileumzaal. Dames en heren, ik wens u een fantastische dag en een heerlijk academiaar toe.